Vandaag komen ze aan zalen. We gaan een wandelingetje doen. Ik stond hier weer, hè. Dan weet ik niet of dat ik mijn bergbottinetjes moet aandoen. Of dat ik gewoon schone kan aandoen. Dan zal ik ze beetje eens moeten vragen. Vandaag gaat het ook niet zo warm zijn. 15 graden. Allee, we zijn wel een beetje verwind, hè. 15 graden. En wel volle zon. Dit is een shirt. Een lange broek. Ik weet het niet. Ik zal eens zien wat die aan er aan hebben. Gisteren nog een gezellige middag gehad. Bezoekje krijgen. Van een DW. Je stond hier ook op de camping. Dat is al bijna een BN'er, hè? Bekende Nederlander, hè? Zoals dat wij BV's zijn, hè? Brian Vellen, hè? Is iemand willen, hè? Tussen al die gepensioneerden hier. Oh, het is hier wel gezellig. Ze laten hem weer gerust. Ja, het is hier niet slecht. Nog een beetje rommelissen. Er speelt nog een eikenheid aan. Met wat speek erbij. Komt goed. Oh ja, en een rugzak moet ik ook nog klaarmaken. En mijn hond. Maar ik zeker niet vergeten. En wat drinken. Vanavond eten we kipje. Kipje. Met wat salaat. Misschien wel met wat bloemkorrels. Oh nee, een zoete patat heb ik ook nog. Ja, vies, een zoete patat. Kipje. Voilà, smolen trekjes. Hup. En we zijn weer ook klaar voor te gaan. Beetje ruik. En dan komt hij allemaal weer uit, hè. Voilà, mensen. Tot straks. Ik zal onderweg wel filmen, hè. Ja. Salut! Ja, het is wel warm. Hier is zwembad. Chic. Het is wel ijskoud, zo. Maar het is wel goed, zo. Ja, zie hoe chic het hier is. Deze wandeling is gewoon doen. En een andere is erbij. En Lilian, wat is je? Mag ik nou mijn broodje platsen of spelen? Ja, ze biedt. Deze een berg om op te klimmen, ze. Zoiets wil ik mij naar huis pakken. Ja, ik weet het. Bij ons verzupt dat, hè, in die potjes. Die andere. Dat is tot druk allemaal op, ze. Wacht! Ja! Een hele trip gedaan. Ja, ik daar wel, ja. Toch, maar daar. Dat weet ik even niet goed. Gooi je die bang, zeg met die heel frak en zo stond er een tijd met kaas bullet te krijgen. Met dat eigenlijk, ja. En dat stond er weer allemaal op, hè.
Oei, ik heb niet aan het filmen geweest, nazien kan het filmen. Oei, oei, oei. Ik hoop maar dat Tony kan dat ook. Tafeltje daar, hè? Zalig. Kun je het zien? Ik weet niet of ik het kan zien, hè? Ik heb het zal wel, hè? Hier, 26 graden. Ja! Zalig! Die toren, dat oog is erboven. Ziek, hè? Ja. Ja, jij wordt dat die hele lotte heeft gewonnen, hè? Ja, 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 ja. En niet vertellen tegen ons. Ja, niet vertellen tegen ons, hè? Waar? Oei. Hierin? Drinken. Camping al rekkels. Maar zie je wel schoon uitzicht dat hier in? Schoon zwembadje. Zie je dat zicht gras hier? Ja. Ja, we hebben enorm verzorgd tot en met. Ben je daarom daar zo op de echte grond? Nou, chic hier. Je zwembad, alle dagen komen. Ja, met een binnenbed en zo. Binnen, hè? Er is een binnenbed. Binnen wel, ja. En dan ook, er gaat ook niet in. Ja, dat is goed. Ik laat me niet dat wel voorzien. Ik zou zeggen, smakelijk. Smakelijk, smakelijk. Ziet er lekker uit. Ja. Die 15 bolligers, die krijgen honger. Ja, die krijgen honger, ja, die 15 bolligers. Ja. Ik heb niet in deze. Oh, wat ga je nog niet. Allee, kom eens langs hier, hè, zot. Oh, een schaarske. Ja? Wat is schoon er? Nou, als je nog eens zal op, is er nog eigenlijk eens. Die touw die me daarmee voelt, hè. Goed, hè? Sexy ass in my hole, sexy ass in my hole, sexy ass in my hole, sexy ass in my hole.
Voilà. Dat is klaar, een eitje. Eigenlijk zijn het 8 eitjes. Een beetje van die salsa saus eronder. Zout en peper. Nu is de oven aan het vuur verwarmen. Ik weet niet of je het kunt zien. Het zal eens zien. Voilà. De oven heeft vuur verwarmd. Natuurlijk, er zitten geen graden in. Hè. Maar we doen ons best. Hè. We zitten echt gewoon op de maximum. Voilà, zonder te sossen. En dan draaien we dat hier een beetje open. Hop. Op 6. Alle vierkje. En top. En terwijl dat we wachten op het eindresultaat van de eitjes, kun je ons altijd een duimpje geven. Daar worden wij altijd heel blij van. En je kunt u altijd abonneren op ons kanaal. Daar worden we ook altijd blij van. En voor de rest zou ik zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Dag!